14 maart is een belangrijke dag. Het is niet alleen de 13e verjaardag van Dwars Utrecht, maar het is ook de dag van het klimaatalarm. Hoe zag de klimaatpolitiek er 13 jaar geleden eigenlijk uit? 2008 was niet alleen het jaar waarin Merel en Lucia er zo uitzagen, maar ook het jaar dat Obama werd verkozen als president van de Verenigde Staten. Veel mensen keken daarom ook hoopvol uit naar de klimaattop in 2009 in Kopenhagen. Deze top werd een teleurstelling, want er werd geen juridisch bindend akkoord gesloten. In 2015 kwam een grote doorbraak in de klimaatpolitiek, het Akkoord van Parijs. Hierin spraken landen af dat de aarde niet meer dan 2 graden mag opwarmen. Ook dwingt het Parijsakkoord deelnemende landen om met concrete plannen te komen en die plannen elke paar jaar aan te scherpen. In Nederland loopt dat nog niet zo soepel. In datzelfde jaar nog zegt de rechtbank in Den Haag dat de staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 wordt al snel duidelijk dat de VVD met haar plannen de afspraken in Parijs niet gaat halen. Het CDA kiest ervoor om haar plannen niet eens door het Planbureau van de Leefomgeving door te laten rekenen op het gebied van klimaat. In 2019 blijft de eerdere uitspraak van de rechter in stand. Ook zien we in maart 2019 tienduizenden mensen bijeen in Amsterdam om te protesteren voor meer actie vanuit Den Haag. In juni 2019 sluit de Nederlandse politiek een klimaatakkoord. Hierin staan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit lijkt hoopvol, maar toch blijft de Nederlandse politiek onverminderd tegensputteren. Zo werd in 2020 voor 8 miljard aan directe en indirecte subsidies verleend aan de fossiele sector. Dat zit in bedrijven, in staatshanden, die investeren in vervuilende projecten, maar ook bijvoorbeeld in het verlenen van staatssteun aan de luchtvaart. De verkiezingen in 2021 kunnen een kantelpunt worden. De VVD, opnieuw de grootste partij in de peilingen, kiest er dit keer voor om haar programma niet te laten doorrekenen door het PBL. En veel partijen halen de landelijke doelstellingen in ons eigen klimaatakkoord niet. Het is tijd om de politiek opnieuw wakker te schudden. Vier met ons onze 13e verjaardag. Kom 14 maart naar het klimaatalarm.